Buon pomeriggio, Santità. A nome dell'Università Cattolica di Lovagno e del suo rettore, professore Duxels, le diamo il nostro benvenuto. Siamo particolarmente onorati della sua venuta nel nostro paese, in questa città e in questa università. Siamo lieti che lei si sia completamente ristabilito. Rector Sels, geachte aanwezigen, aan u allen ook een heel hartelijk welkom. 6 eeuwen zullen er straks verstreken zijn sinds 9 december 1425. De dag waarop paus Martinus V zijn bul uitvaardigde. De Leuvense Universiteit is daarmee de oudste nog bestaande universiteit van Europa die ingebed is in de katholieke traditie. KU Leuven is een door waarde gedreven instelling die niet alleen inzet op intellectuele groei, maar ook op sociale, ethische en spirituele ontwikkeling en die bovendien aandacht heeft voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Rector Sels had het vorige week in zijn speech bij de opening van het academiejaar nog over verbondenheid, over het belang van sociale cohesie in deze universiteit en over solidariteit in onze samenleving. Ik nodig u nu alvast uit voor uw speech, zo meteen, meneer de rector. Maar laten we eerst even luisteren naar wat muziek uit 2 koorboeken van Petrus Alamire, vandaag gebracht door Capella Pratensis. Ensemble in residentie bij de Alamire Foundation, het studiecentrum voor muziek in de Lage Landen van KU Leuven. Capella Pratensis brengt polyfonie uit het rijke repertoire van de Franco-Vlaamse school uit het begin van de 16e eeuw. Met zometeen het Kyrie uit de Missa Fort Seulement van de Vlaamse polyfonist Matthäus Pipelare. Graag uw applaus voor Capella Pratensis. Thank you.
Heilige Vader, van harte welkom in Leuven. U bezoekt ons op een historisch moment. Binnenkort vieren we de 600ste verjaardag van de stichting van de universiteit hier in Leuven. Een universiteit die zich ontwikkelde in de christelijke bedding van het West-Europa van de 15e eeuw. Een universiteit die de lotgevallen van de tijd doorstond, sociale en religieuze omwentelingen, overleefde en telkens weer zocht naar de wederzijdse verrijking van menselijke reden en het vermoeden van transcendentie. In 1985 pleitte ererector De Zomer bij het bezoek van paus Johannes Paulus II voor de vrijheid om te dwalen. De inzichten die onze wetenschappers gaandeweg verwerven, situeren zich vaak in de grijze zone tussen weten en niet weten. Ze komen tot stand in het volle besef nog niet alles en al zeker niet ultiem te weten. Deze moeizame zoektocht naar gedeeltelijke en voorlopige waarheid gaat soms gepaard met vooronderstellingen die achteraf fout blijken te zijn en bevindingen die soms onbegrip oproepen. Nieuwe paden verkennen houdt inderdaad het risico in te dwalen. Maar zoals Tolkien het stelt, lang niet iedereen die dwaalt, loopt verloren. Vandaag, en dat is belangrijk om te beklemtonen, is de academische vrijheid om te dwalen gelukkig geen strijdpunt meer. We zijn inmiddels een zelfstandige universiteit, geworteld in christelijke waarden en inspiratie. We werken in wetenschappelijke openheid, onbevangen en ongebonden. En precies in die onafhankelijkheid ligt mogelijk onze allergrootste waarde voor de kerk. Onze universiteit kan een kritische partner zijn, een plaats voor open discussie over ethische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema's, een kritisch, loyaal denkcentrum dat de katholieke gemeenschap inspireert, maar ook uitdaagt. Een denkcentrum dat vanuit dat christelijk wereldbeeld ook de samenleving durft uit te dagen. En dat is nodig. U bezoekt ons in een tijd waarin zoveel op zoek zijn naar zingeving. Een tijd van groeiende onzekerheid, van geopolitieke verschuivingen en nieuwe brandhaarden, druk op ecologie en klimaat, technologische revolutie, ontwrichtende polarisering, enorme migratie- en vluchtelingenstromen. En over de vluchteling wil ik het met u hebben. Tijdens vele van uw reizen heeft u de vluchtelingenproblematiek aangekaart. De vluchteling van onze tijd lijkt op de vrouw zonder huis die aanklopt aan de deur van vader Panov bij Tolstoj. Panov vergeet zijn zorg om God en wendt zich resoluut tot zijn naaste. En juist daarin ontmoet hij God. Wat je aan de minste van mijn broeders doet, heb je aan mij gedaan, klinkt het in Matteüs 25. Klopt aan de deur en er zal u worden opengedaan.
horen we in Matteüs 7. Wel nu, de vluchteling klopt aan onze deur. Maar wordt er opengedaan? Miljoenen mensen zijn ontworteld door politiek geweld, klimaatverandering, schending van mensenrechten. Eind 2023 waren zo'n 117 miljoen mensen gedwongen op de vlucht. Veelvuldige mensenrechten schendingen zijn niet alleen de aanleiding. Ze worden al te vaak voortgezet tijdens de vlucht. Aan de grenzen van Europa zijn detentie, politioneel geweld, seksuele exploitatie of gezinsscheiding al te vaak deel van het verhaal. En die cumulatieve traumatisering leidt tot een heel grote psychosociale kwetsbaarheid. Veel vluchtelingen zijn geraakt in hun basisvertrouwen in anderen en in een voorspelbare, betekenisvolle wereld. Ze kloppen aan de deur met de indringende vraag naar een herstel van vertrouwen en waardigheid. Die klop op de deur, beste genodigden, Heilige Vader, is meer dan een vraag naar liefdadigheid. Hier zijn rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid in het geding. Onze landen zijn geen moreel neutrale bijstanders. Ze hebben verplichtingen die voortvloeien uit humaniteit en internationaal erkend recht, maar ook uit verantwoordelijkheid voor een gewelddadige geschiedenis van westerse kolonisering die meegeleid heeft tot gefaalde staten, kunstmatige grenzen en economische afhankelijkheid. Achter de oproep van de vluchteling schuilt de vraag naar een samenleving die de eigen vertrouwde leefwereld durft herdenken en herverdelen. Zowel de universiteit als de kerk bewegen zich in deze uitdagende werkelijkheid. En beide horen we dat aanhoudend kloppen op de deur. Hier en elders in Europa leidt de instroom van vluchtelingen tot scherp en gepolariseerd debat. Sommigen pleiten voor verregaande solidariteit, anderen juist voor het versterken van grenzen. Al te vaak wordt de vluchteling niet voorgesteld als een slachtoffer van mensenrechten schendingen, maar als een bedreiging van onze culturele leefwereld, welvaart en soms zelfs veiligheid. Na de Tweede Wereldoorlog spraken we af dat staten slachtoffers van vervolging toegang tot bescherming zouden geven. Maar zelfs dat beginsel staat vandaag op de helling. Als universitaire gemeenschap verzetten we ons tegen deze globalisering van onverschilligheid. We keren ons tegen ideologieën die diversiteit vernietigen door algehele assimilatie als voorwaarde te stellen voor aanvaarding. En we vinden daarbij inspiratie in uw woorden in Fratelli Tutti. En ik citeer. We vergeten dat er geen ergere vorm van vervreemding bestaat dan zich ontworteld te voelen en bij niemand thuis te horen. Een land zal alleen vruchtbaar zijn en zijn mensen zullen pas vrucht dragen en hun toekomst in handen nemen in de mate dat het een gevoel van verbondenheid onder zijn inwoners kan stimuleren. De integratie tussen generaties en verschillende gemeenschappen kan realiseren en ook nog eens alles kan uitschakelen wat ons ongevoelig maakt voor anderen en tot verdere vervreemding leidt. Einde citaat. Mensen zijn niet enkel buren, maar broeders en zusters in dezelfde gedeelde werkelijkheid. En de kerk toont dat in daden. En dat beklemtonen we veel te weinig hier in onze samenleving. De wereldwijde inzet voor de ondersteuning van vluchtelingen tijdens uw pontificaat is gewoonweg indrukwekkend. Ik denk aan het werk van Caritas Internationalis, aan de directe hulp van parochies en congregaties over de hele wereld, of aan het diplomatieke werk van de kerk in en rondom crisisgebieden. Onze universiteit volgt dit voorbeeld. Samen met onze partners uit het globale zuiden dragen we bij aan capaciteitsopbouw. We vangen bedreigde wetenschappers en studenten op met programma's zoals Scholars at Risk. We zorgen voor toegankelijke begeleiding van vluchtelingen en gebruiken onze expertise voor de behandeling van jongeren die hun land zijn ontvlucht en met trauma's of psychische problemen kampen. Onze juristen en ethici leggen zich toe op complexe vragen over rechtskaders die uitdrukking geven aan solidariteit voor slachtoffers van mensenrechten schendingen. En als universiteit met een wereldwijde uitstraling, dat durf ik wel onderstrepen, streven we ernaar om de implicaties van vluchtelingenstromen hier
en de oorzaken van massale vlucht uit al die landen aan te pakken. En onze kracht ligt wellicht in het feit dat we iedereen verwelkomen in een gemeenschap met een heel grote diversiteit aan religieuze en niet-confessionele levensbeschouwelijke groepen. De universiteit maakt werk van een open dialoog op basis van wederzijds begrip, ook tussen religies. En ze probeert zo harmonie en vrede te bevorderen. En daarbij laten we ons heel expliciet inspireren door christelijke waarden en idealen. En onze studenten zullen morgen in die complexe wereld antwoorden moeten vinden. We willen niet alleen hun kritisch denkvermogen stimuleren, maar hen ook vormen tot mondige en betrokken mensen. Zo worden alle bachelorstudenten gevormd in wijsbegeerte en ethiek en in religie, zingeving en levensbeschouwing. En zo nemen we ook tal van initiatieven die de zorgzaamheid voor kwetsbare personen aanwakkeren. Ik denk aan de talrijke service learning trajecten die we organiseren onder de vlag van KU Leuven Engage. En ik durf echt wel zeggen dat het uitgesproken engagement en de onbaatzuchtige inzet voor de anderen bij vele studenten voelbaar is. En dat maakt me bijzonder hoopvol voor onze toekomst. Het beeld van de vluchteling, Heilige Vader, staat ook voor de komst van het andere en het vreemde in brede zin. De vluchteling representeert dan die ontwikkelingen die de vanzelfsprekendheid van onze waarheden en levenswijze in vraag stellen en oproepen tot het herdenken van ons samenleven. De vluchteling wordt zo een beeld voor die evoluties die ook onze instituties, zoals universiteit en kerk, oproepen om zichzelf in vraag te durven stellen. Onze universiteit kende in de voorbije jaren haar eigen crisissen. Onder meer in concrete situaties van grensoverschrijdend gedrag of polariserende discussies over oorlog en geweld elders in de wereld. En dit bracht onze universiteit tot een proces van zelfkritiek die ons sterker maakt, dankzij de toewijding van velen in onze academische gemeenschap. En dit is werk, dat is werk van elke dag, telkens opnieuw en zonder eindpunt. En we geven daarbij bewust ruimte aan tegenspraak, zoals u ook die ruimte voor dialoog en tegenspraak geopend heeft in de kerk. De kerk staat hier voor een immense opdracht. De schok van het seksueel misbruik en de wijze waarop dit in het verleden al dan niet eerlijk besproken en beoordeeld werd, verzwakt het morele gezag waarmee de kerk in onze westerse wereld kan spreken. Om het geschonden vertrouwen enigszins te herstellen, is een eerlijke, betrokken en warme dialoog met de slachtoffers nodig, waarbij openlijk over gemaakte fouten wordt uitgekomen. En ik was heel blij vanochtend met uw antwoord op de uitnodiging tot gesprek van onze koning en onze premier. Het gezag van de kerk is ook afhankelijk van de mate waarin ze de diversiteit in de samenleving omarmt. Waarom tolereren we dat grote verschil tussen man en vrouw in een kerk die de facto zo vaak gedragen wordt door vrouwen? Ik denk aan de enorme betrokkenheid van zoveel vrouwen in onze eigen universitaire parochie. Onze faculteit Theologie en Religiewetenschappen heeft sinds Vaticanum II veel leken en vooral vrouwen opgeleid. En het is een voorbeeld voor de wereldwijde kerk dat deze vrouwen vandaag zetelen in bischopsraden en andere leidende posities. Monseigneur Terlinden heeft recent de hulpbisschop van Waals-Brabant vervangen door een geëngageerde vrouw. Zou de kerk niet warmer zijn met een voorname plaats, de meest voorname plaats voor de vrouw, ook in het priesterschap? Zou de kerk in onze contrée niet aan moreel gezag winnen mocht ze niet zo krampachtig omgaan met de thematiek van genderdiversiteit? En mocht ze, zoals de universiteit dat doet, meer openheid tonen ten aanzien van de LGBTQIA+-gemeenschap? Het is zo bemoedigend dat onze Vlaamse bisschoppen een aanspreekpunt homoseksualiteit en geloof hebben opgericht, dat bijvoorbeeld tijdens de Antwerp Pride een ecumenisch gebedsmoment voor die LGBTQ-gemeenschap organiseert. De wereldwijde kerk wordt hier uitgedaagd om recente wetenschappelijke inzichten in dialoog te brengen met theologie. En het verheugt me
dat onze theologie deze moeilijke vragen onderzoeken en zich onder meer toeleggen op de vraag hoe de kerk LGBTQIA+ personen nabij kan zijn. Heilige Vader, vandaag poneert de kerk al te vaak once and for all universele antwoorden. En ik vind het bijzonder bemoedigend dat u zich als paus luid op durft af te vragen wie u bent om te oordelen over anders geaarde mensen. Met de synode over synodaliteit, waar voor het eerst vrouwen volwaardig aan deelnemen, plaatste u de belangrijke vraag op de agenda hoe de kerk haar eenheid in diversiteit kan bewaren en gaf u de constructieve tegenspraak in de kerk een boost. En onder meer onze bisschoppen roepen daarbij op om de diversiteit binnen te laten. Ik sluit af. Heilige Vader, u toont uitzonderlijke betrokkenheid op de situatie van vluchtelingen. Als kind van migranten roept u op tot een beleid dat de gelijkwaardigheid van elke mens en het recht van eenieder op een veilig thuis behartigt. Bruggen moeten we bouwen, stelt u. Geen muren. Want de vluchteling die klopt aan onze deur is net als bij vader Tjepanov niet enkel een broeder of een zuster in nood, maar God zelf. Extra betekenisvol is dat u die oproep doet in een wereld waarin we er juist steeds meer toe neigen om muren te bouwen, ons af te sluiten van wat anders en vreemd is. Die door angst en zelfbehoud gevoede reactie is ten dele te begrijpen. In sommige regio's heeft de slecht geregelde migratie immers vooral een impact op de meest kwetsbare delen van de bevolking. En ze vallen op die manier ten prooi van politieke krachten die hun angst exploiteren. Onze gedeelde inspiratie daagt ons uit om die angst ernstig te nemen en tegelijkertijd te werken aan creatieve openheid ten aanzien van allen die zich qua religie, politieke ideologie, cultuur of afkomst misschien anders aandienen, maar met wie we ten diepste het mens zijn, delen. En precies om die reden ligt in creatieve openheid de mogelijkheid om tot oplossingen te komen die we in de beslotenheid van onze veilige muren niet zouden kunnen ontdekken. Die openheid vraagt een ommekeer in hoofd en hart om elke andere mens niet als een last, maar als een verrijking tegemoet te treden. De vluchteling klopt aan onze deur. De aanhoudende echo van zijn appel klinkt rauw en doordringend. En de vraag is, doen wij de deur open? Ik dank u. Hartelijk dank, rector Sels. Aan KU Leuven krijgt solidariteit met vluchtelingen ook vorm in een zorgaanbod voor vluchtelingen, uitgebouwd door de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Samen ontwikkelen ze traumazorg voor vluchtelingen. Van een groepsaanbod voor studenten en wetenschappers die hun land ontvlucht zijn, zorg voor jonge vluchtelingen op school en ambulante traumatherapie, tot een psychiatrische dagbehandeling voor jonge vluchtelingen. Voor de bijzondere gelegenheid van vandaag hebben twee jonge vluchtelingen, beide student aan deze universiteit, hun getuigenis voorbereid. Zij vertellen u over hun wereld en over de wereld waarop zij hopen. Biladi, 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 ya ardi, ya ard al-judud. Mijn zus kan verschil maken tussen een raket van één vliegtuig
in een raket van één tank. En ze is 10 jaar. Iedereen in Palestina heeft mensen verloren. Dus je hebt geen tijd om kind te zien. Je moet te snel groeien. Vroeger konden de Palestijnen en ook mijn ouders reizen naar de Dode Zee, naar Haifa, naar Jaffa, naar Jeruzalem. Iedereen kon op reis gaan. En ze vertelden dan over hoe mooi Palestina was. Maar toen ik wou reizen, ging dat niet meer. Dat was onmogelijk. Nu zijn de grenzen gesloten. Dus ja, we zijn in een gevangenis. I am the first child of my family. I had a very good mom who was very inspiring to me until this day also. She understood the power of education. That's what she gave me. She was always pushing me to read, always buying me books, and she has given me very loving and positive environment around me. Like literally we grew up together. She was my friend. Going to medicine was shocking in a way. Before, I didn't understand it because I didn't think the world was like against women. The number of women that I saw who went through sexual violence, female genital mutilation, child marriage, and it was just an eye-opener for me. It's so troubling, they don't even know they're going through this oppression. They're just calling it a culture. Toen ik mijn diploma van de laatste secundair onderwijs heb gekregen, had ik een beurs gekregen en ben ik naar Tunesië geweest. Mijn droom was om dokter te worden. Maar als ik afgestudeerd ben in Tunesië, wat ga ik dan doen? Ik mag daar niet blijven. Ik moest terug naar Palestina. En ik zie oorlogen, geen werk, niks, gevangenis. Dus ik moest een plan hebben. Dus ja, ik moet op een vlucht gaan. When the war started, I was in Aksum because I wanted to do my residency in pediatric there. So like the previous day, we were having outside in a hotel, we were having dinner, we were having fun. And in the middle of the night, we hear some shooting, and then after, I could have never in my life have guessed I would see so much destruction. Early in the morning, like I think we walked for 10 hours, and like there were bodies everywhere, like you can smell it, you can see it. It was like that. It was so terrifying thing to see. You know, like I love animals, but it felt like we were less than animals, you know. I really prayed. Just like save my family, just save us. Als Palestijn woon ik tussen twee werelden. Ik woon in Europa, op een veilige plek, maar tegelijkertijd voel ik me ook onveilig. Onveilig dat ik mezelf kan verliezen. En met mezelf bedoel ik mijn familie, mijn ouders, mijn broer, mijn zus, mijn gemeenschap. Dus ja, mijn hoofd kent geen rust. Ik ben veilig, maar ook ik ben onveilig. After I came here, I talked to other people from Congo, a lot of people from Somalia, Eritrea, Afghanistan. The common theme everywhere is the war is like literally on the women's bodies. Women and children are not just casualties in a war.
We are the targets. Here after the war also, you are expected to be thankful and okay with whatever accommodation that you have. I'll say honestly, like when you come here, like being marginalized because you are a refugee, and I think like we need to understand the gravity of the situation. So for women to have to go through all this violence and just move on with our life like nothing happened, that just doesn't make sense to me. Die familie is nu niet meer met elkaar. Ik hoop dat ik met mijn familie op één tafel zit. De hele familie. Ja, om iets te eten met mijn ouders. Iedereen op één tafel. Ja, dat is een droom. My life just revolves around my family. And for a year, I couldn't talk to them. I really don't know how I passed those moments, really. I think I have a lot on my shoulder in a way. And just constantly try to be like, okay, I am here. It's okay. I can do this. سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما. ما دمت أحلم فأنا حي لأن الموتى لا يحلمون نزعنت تنفس كلو زكفلو أهي واتنديو كم سبت عدالو أصرت تعز حياة برحانكي واتريلو نزعنت كاري ريو دلايكي تخونلو اتبرابتو اتبرابت نزعنت دالو
Capella Pratensis bracht na de twee pakkende getuigenissen die we net zagen het Agnus Dei uit een mis van Jean Mouton, gebaseerd op zijn motet Tua est potentia, dat eindigt met de beroemde woorden van de psalmist: geef vrede in onze tijd, o Heer, da pacem Domine. Een tekst die perfect aansluit bij het einde van dit Agnus Dei, dona nobis pacem. Ik geef graag het woord nu aan u, Heilige Vader. Signor Rettore, illustri professori, cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Sono lieto di trovarmi qui in mezzo a voi e ringrazio il Rettore per le sue parole di benvenuto, con le quali ha ricordato la storia e la tradizione in cui questa università è radicata, come pure alcune delle principali sfide odierne, da cui siamo tutti interpellati. E questo è il primo compito dell'università, offrire una formazione integrale perché le persone ricevano gli strumenti necessari a interpretare il presente e a progettare il futuro. La formazione culturale, infatti, non è mai fine a se stessa. Le università non devono correre il rischio di diventare delle cattedrali nel deserto. Esse sono, per loro natura, luoghi propulsori di idee e stimoli nuovi per la vita e il pensiero dell'uomo e per le sfide della società, cioè spazi generativi. È bello pensare che l'università genera cultura, genera idee, ma soprattutto promuove la passione per la ricerca della verità. E questo al servizio del progresso umano. In particolare, gli Atenei cattolici come questo sono chiamati a portare il decisivo contributo del lievito, del sale e della luce del Vangelo di Gesù Cristo e della tradizione viva della Chiesa, sempre aperta a nuovi scenari e a nuove proposte. Desidero allora rivolgervi un semplice invito: allargare i confini della coscienza. Non si tratta di moltiplicare le nozioni e le teorie, ma di fare della formazione accademica e culturale uno spazio vitale che comprende la vita e parla alla vita. C'è una breve storia biblica narrata nel libro delle Cronache che mi piace qui richiamare. Il protagonista è Iabes, che rivolge a Dio questa supplica: se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini. Iabes significa dolore ed era stato chiamato così perché la mamma nel partorirlo aveva sofferto molto. Ma ora Iabes non vuole restare chiuso nel proprio dolore, trascinandosi nel lamento, le lamentelle, no? E prega il Signore di allargare i confini della vita, per entrare in uno spazio benedetto, più grande, più accogliente. Il contrario sono le chiusure. Allargare i confini e diventare uno spazio aperto per l'uomo, per la società, è la grande missione dell'università.
Nel nostro contesto, infatti, ci troviamo davanti a una situazione ambivalente, in cui I confini sono ristretti. Da una parte siamo immersi in una cultura segnata dalla rinuncia alla ricerca della verità. Abbiamo perduto la inquieta passione del cercare per rifugiarsi nella comunità di un pensiero debole, il dramma del pensiero debole. Per rifugiarsi nella convinzione che tutto sia uguale, che una cosa valga l'altra, che tutto sia relativo. Dall'altra parte, quando nei contesti universitari, anche in altri ambiti, si parla della verità, si scade spesso in un atteggiamento razionalista, secondo cui può essere considerato vero soltanto ciò che possiamo misurare, sperimentare, toccare, come se la vita fosse ridotta unicamente alla materia e a ciò che è visibile. In tutti e due I casi I confini sono ristretti. Sul primo versante abbiamo la stanchezza dello spirito, che ci consegna l'incertezza permanente e all'assenza di passione, come se fosse inutile cercare un senso in una realtà che rimane incomprensibile. Questo sentimento emerge spesso in alcuni personaggi delle opere di Franz Kafka, che ha descritto la condizione tragica e angosciante dell'uomo del Novecento. In un dialogo tra due personaggi di un suo racconto troviamo questa affermazione: «Credo che lei non si occupi della verità soltanto perché è troppo faticosa». Cercare la verità è faticoso, è vero, perché ci costringe a uscire da noi stessi, a rischiare, a farci delle domande, e quindi si affascina di più nella stanchezza dello spirito una vita superficiale che non si pone troppi interrogativi, così come allo stesso modo ci attira di più una fede facile, leggera, confortevole, che non mette mai nulla in discussione. Sul secondo versante, invece, abbiamo il razionalismo senza anima, in cui oggi rischiamo di cadere nuovamente condizionati dalla cultura tecnografica, ci porta a questo. La cultura tecnocratica, tecnografica, tutto. Quando si riduce l'uomo alla sola materia, quando la realtà viene costretta dentro il limite di ciò che è visibile, quando la ragione è soltanto quella matematica, quando la ragione è quella da laboratorio, allora viene meno lo stupore. E quando manca lo stupore non si può pensare. Lo stupore è l'inizio della filosofia, è l'inizio del pensiero. Viene meno lo stupore, viene meno quella meraviglia interiore che ci spinge a cercare oltre, a guardare il cielo, a scovare nella verità nascosta che affronta le domande fondamentali. Perché vivo? Che senso ha la mia vita? Qual è lo scopo ultimo e l'ultima meta di questo viaggio? Si chiedeva a Romano Guardini: perché l'uomo, nonostante tutto il progresso, è tanto sconosciuto a se stesso e lo diviene sempre di più? Perché ha perduto la chiave per comprendere l'essenza dell'uomo? La legge della nostra verità dice che l'uomo si riconosce soltanto partendo dall'alto, al di sopra di lui, da Dio, perché egli trae l'esistenza solo da lui. Fine citazione. Cari professori, contro la stanchezza dello spirito e il razionalismo senza anima,
Impariamo anche noi a pregare come Iabes. Signore, allarga i nostri confini. Chiediamo che Dio benedica il nostro lavoro al servizio di una cultura capace di affrontare le sfide di oggi. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto in dono ci spinge a creare, ad aprire gli spazi del nostro pensare e del nostro agire, fino a condurci alla verità tutta intera. Abbiamo la consapevolezza, come ci ha detto il Rettore all'inizio, che non sappiamo ancora tutto, ma al tempo stesso è proprio questo limite che deve spingervi sempre in avanti, aiutarvi a mantenere accesa la fiamma della ricerca e a rimanere una finestra aperta al mondo di oggi. E a questo proposito voglio dirvi sinceramente grazie. Grazie perché allargando i confini vi siete fatti spazio accogliente per tutti i rifugiati che sono costretti a fuggire dalle loro terre, tra mille insicurezze, enormi disagi e sofferenze a volte atroci. Grazie. Abbiamo visto poco fa nel video una testimonianza molto toccante e mentre alcuni invocano il rafforzamento dei confini, voi, in quanto comunità universitaria, i confini li avete allargati. Grazie. Avete aperto le braccia per accogliere queste persone segnate dal dolore, per aiutarle a studiare e crescere. Grazie. Ci serve questo, una cultura che allarga i confini, che non è settaria, e voi non siete settari. Grazie. Ne si pone al di sopra degli altri, ma al contrario, sta nella pasta del mondo, portandovi dentro un lievito buono che contribuisce al bene dell'umanità. Questo compito, questa speranza più grande, è affidata a voi. Un teologo di questa terra, anche figlio docente di questa università, ha affermato: siamo noi il rovetto ardente che permette a Dio di manifestarsi. Conservate accesa la fiamma di questo fuoco, allargate i confini, siate inquieti, per favore, con l'inquietudine della vita. Non cedere. Siate cercatori della verità e non spegnete mai la passione per non cedere all'acidia del pensiero, che è una malattia molto brutta. Siate protagonisti nel generare una cultura dell'inclusione, della compassione, dell'attenzione verso i più deboli e verso i grandi sfide nel mondo in cui viviamo. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domine benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Grazie, Santità, per questa sua preghiera e benedizione. In segno di gratitudine vorremmo anche offrirle due doni. Professor Benedicte Lemelin, decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen en lid van de Pauselijke Bijbelcommissie, overhandigt zometeen een boek met essays van 24 theologen die werkzaam zijn aan de faculteit. Dit bijzondere bezoek inspireerde hen om cruciale vragen te onderzoeken over de toestand van de wereld, de zin van het leven, de relevantie van het christelijke geloof en de hervorming van de kerk. Dit boek zet aan tot kritische reflectie en nodigt uit tot dialoog. Precies wat we in deze tijd hard nodig hebben. Geduld, nuance en goede gesprekken. Professor Lemelin, ik nodig u uit om het boek nu aan zijn heiligheid te overhandigen. Sinds 1909 prijkt op het zegel van de Leuvense Universiteit de Sede Sapientiae, of de zetel der wijsheid. Het 15e-eeuwse beeld van de universitaire patrones is ook een van de pronkstukken van de Sint-Pieterskerk. Het werk dat rector Sels zo meteen aan zijn heiligheid zal overhandigen, is daarop gebaseerd. Het werd gedesigned en geproduceerd in het Princess Elizabeth Additive Manufacturing Lab, het 3D-printlabo van KU Leuven. En dat brengt ons aan het eind van deze academische zitting. Grazie mille per la sua visita, Santità. Le auguriamo ogni bene e un buon viaggio di ritorno domenica sera. Mag ik alle aanwezigen vragen om recht te staan voor de uittreden van zijn heiligheid?
zijn, kan het gebouw, zolang zijn heiligheid in Leuven is, niet verlaten worden via de hoofdingang aan de Naamse straat. People on the balcony may leave the hall via the stairs at the back and then take the back entrance through the door of the old market. De achterste rijen mogen de zaal verlaten via de deur aan de achterkant van de zaal en dan het gebouw verlaten via de trappenhal en de deur van de oude markt aan de linkerkant, indien u beneden komt. De voorste rijen die mogen de zaal verlaten via de trappen bij de liftkoker, niet via de marmeren trap. En dan kan u het gebouw verlaten via de zijingang in de Zeelstraat. Mensen die een paraplu achtergelaten hebben beneden, kunnen die oppikken in de jubileumzaal en die dan langs de voorkant verlaten. Thank you.
Thank you.
iedereen in de auto's. Ja, man.